Of wil je nog even een toonladder? Mama! Nee, hoeft niet. Zijn we weer? Welkom bij de Scovillains. Welkom allemaal bij een nieuwe aflevering. En deze keer de beloofde special. Want we hebben 100 subscribers! 100! Hoi, hoi, hoi! Nou, ik ben Dennis. Achter de camera staat TJ. En zoals beloofd, we hebben 100 subscribers. Dus ik zou, of abonnees, laten we het gewoon lekker Nederlands houden. Zou ik een Carolina Reaper eten. Ik heb hem zelf nog nooit gehad. Hij is tussen de 1,6 en de 2,25 miljoen Scoville units. Dus als we pech hebben, dan zit hij helemaal aan de bovenkant. En anders niet. Ik krijg over het algemeen bij sauzen van 1 miljoen, 1,2 miljoen al redelijk veel buikpijn. Ja, we zullen zien hoe dit af gaat lopen. Ik ga hem ook beoordelen. Op smaak, pittigheid. Maar ja, goed, dat kunnen we wel raden. En hoeveel ik ervan ga zweten. Ik heb dit normaal nooit, maar ik heb yoghurt. Nou, nogmaals, dit is de heetste peper ter wereld. Probeer het ook niet thuis voor de lol. Echt niet leuk. Ik ga straks waarschijnlijk op de bank liggen, huilen als een baby. Oh, fuck, hey. Zelfs mijn baas? Weet ik niet. Merk ik wel over een uurtje. Ja, ik denk dat ik niet zo'n heet had. A few moments later. Deze heb ik apart opgestuurd gekregen van Westland Peppers. Oké. Okay. De hitte begint nu een beetje te komen. Carolina Reapers van Westland Peppers. Zit hier in het zakje. Oké. 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 Hij komt later. Ik zie hem. Oh. Nou, probeer maar de review. Heel fruitig. Beetje de fruitigheid van habanero. En toekie weet ik veel. Oké, hij is echt heel heet. Ik dacht van niet. Waar voel je het? En heel mijn mond. Oh mijn god. Zweet. Oké. Een 8. Ik heb echt traanogen. De smaak is wel echt lekker, alleen je moet hem niet gewoon zo eten. Dat is hier niet voor bedoeld, denk ik. Tranen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, jongens. Ik heb het gedaan, hoor. Ja, hij is echt heel heet. Gewoon in mijn hele mond. Het gaat niet weg. Ik sla deze over. Dat had je al een beetje wacht natuurlijk. Ja, lekker. Zit nog een stukje achter in de mond. Een pitje. Woe! Ik kan niet zo goed reviewen zo. Super lekker van smaak. Echt wel een beetje fruitig. Knetterheet, maar echt knetterheet. Mijn hele mond. Mijn hele mond staat in brand. Ik zweet als een otter. Alleen zie je dat niet bij een otter, want die liggen meestal in het water. Woe! Ja, doe dit gewoon niet, mensen. Ik ga even een uurtje op de EHBO liggen.